Vandaag is het tijd voor korfbal. ECVA uit Almere speelt tegen ex-Aqua uit Lelystad. Een echte streekderby dus. ECVA speelt op het veld in de eerste klasse en in de zaal tweede klasse. Ja, op het veld handhaven in de eerste klasse? Dat was het doel. We hebben een tijdje ook echt bovenaan gestaan. Dat staan we nu niet meer. Zijn jullie aan jezelf verplicht om in de zaal ook eerste klasse te gaan spelen? Ja, ik denk het wel. Je start goed op het veld en dan moet je dan doordrukken in de zaal. En als je gewoon dat kan doorzetten, dan moet dat zeker kunnen. En dat is ook zeker het doel. Het Almeerse team wordt geleid door interimcoach Remco Zieltjens. Hij vervangt de zieke Erik Abbo. In het begin gaan beide teams gelijk op. Halverwege de eerste helft is het 7-7. Nou, ik vond het gewoon een hele slordige eerste helft van ons. We hebben veel fouten gemaakt gewoon in de passing. Gewoon ballen die over een zijlijn gaan. Ja, dat gewoon in de opbouwfase gewoon ballen weggaan, dat is zonde. En verdedigend hebben we hem gewoon heel makkelijk in de wedstrijd gelaten. Door gewoon fouten te maken, vrije ballen tegen te krijgen, kleine kansjes, weet je, gewoon er helemaal naast zitten. Dus daar hebben we het gewoon heel moeilijk gemaakt. Eigenlijk exact van het begin in de wedstrijd gelaten. En dat was helemaal niet nodig. Ja, we kijken even terug naar die eerste helft. Wat ging er goed en wat ging er minder goed? Nou, het ging er goed. Ik vond niet zo heel erg veel. Uiteindelijk maken we nog best wel wat doelpunten. Volgens mij gaan we met 13-12 of zo gaan rusten. Dat is op zich niet heel slecht op het veld. Maar het waren hele statische momenten. En verdedigend was het vooral gewoon slecht. Tegen deze ploeg mag je er eigenlijk geen 12 in één helft doorlaten. We lieten veel te makkelijk die doelpunten door. En daar konden we gewoon als team zijn geen goed antwoord op vinden. Beide teams gaan rusten met 12-11 in het voordeel van ECVA. Aan het begin van de tweede helft komt ECVA op voorsprong, al is het verschil klein. Ja, dat is gewoon wel kenmerkend denk ik van deze wedstrijd. Het is heel de tijd geweest, we komen voor en dan komen ze weer gelijk. Halverwege de tweede helft is het 20-18. Kan ECVA deze kleine voorsprong behouden? Ja, dat lukt. Want de eindstand is 25-23. Kijk eens verder. Ik weet niet wat andere ploegen hebben gedaan, maar ik denk niet dat het realistisch is om echt nog voor het kampioenschap te gaan. Handhaving, dat denk ik dat het nu wel inmiddels gerealiseerd is. Dus het is gewoon lekker vrijheid ballen en hopen dat we gewoon nog lekker wat puntjes gaan spelen. Lekker plezier hebben met elkaar. En dat we wel weer stappen gaan maken, ook richting volgend seizoen, nu met het spel. Dus toch wel meer die dynamiek erin te krijgen. Dat is denk ik het doel voor de rest van het seizoen. En volgend jaar in de zaal promoveren naar de eerste klasse? Dat is wel het doel. Daar zetten we alles op alles voor. En ook op het veld gewoon eerst weer lekker meedraaien. Hopen ook weer een beetje bovenin snel afstand nemen van onze plaatsen. En dan met volle focus op de zaal. Ja, nou ja, goed. Geknokt en 2 punten. En daar ben ik uiteindelijk gewoon blij mee. Dat we kunnen ook volgens mij, zijn we nu officieel veilig. Dus gewoon lekker de competitie uitballen. En kijken wel wat er bovenin nog gebeurt. Almere lokaal.